Hallo mensen, hartelijk welkom bij Viet de Disney Crew aflevering 9. En dit is de ene laatste aflevering nadat we naar het volgende seizoen gaan. En Roby, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het koken, maar ik heb niks om te koken. Je hebt niks om te koken, waarom ben je aan het koken? Nee. Wat zit erin dan? Er zit niks in. Ja, er stond net iets in. Ja, kijk maar, er zit wat in hoor. Kijk maar. Waarom lieg je nou? Oh, ik heb... Jij zit gewoon kip. Je hebt die kippen afgeslacht van ons. Ik heb het buien. Welke kippen? Heb je nog kool? Je hebt geen kool meer ook. Heb je niet gemind? Jawel, die heb ik in mijn inventory. Die moet je erin doen. Anders kan je niet kijken. En dan pak ik die kip. Doei, Roy. Oh. Oh. En Roy, je mag hem wel halen. Want ik zie dat de penissen zijn gegroeid. Heb je gewoon een diamond? Wat zei Irma? Ik heb een diamond bij me. Oh, goed zo. Je hebt een diamond? Oh. Ja, wij hebben diamonds. Ik heb van Erik al ingekregen. Heb je hoop bij je, Roy? Want zullen we ze verdelen, Irma? Mijn wat? Mijn hoop? Je hoop, ja? Voor de... Het zijn er 6, hè? Ja, het spel bijna kapot. Is je bijna kapot? Ja, je bent zo druk bezig in deze boerderij. Hier is de trap. Zo, we hebben lekker veel wortels voor iedereen. Hebben jullie nog trek, jongens? Hebben jullie genoeg worteltjes? Ik heb genoeg worteltjes. Ja hoor, ik ook. Ik ook hoor. Ik kan ook brood pakken. Ja. Heb je weer diamonds gevonden als vorige keer? 4. Och, echt? Oh, nice. Ik heb een pickaxe gemaakt van die diamonds die ik van jou heb gekregen. Oeh, nice. Dat is wel even netjes van Erik. Die geeft mij gewoon even 2 diamonds. Precies. 3 of 2? 2 diamonds. We zagen er 3, hè? Je hebt genoeg voor een pickaxe. Ja. Klopt. Oeh. Echt tof. Dat was een creeper. Zo, Roy, wat hebben we veel geplant, zeg? Ja, dat doe ik zo. Oh, er is een schaap ontsnapt. Oh. Shabby. Zo, het is echt druk met die varkens. Moet je kijken. Oh, ik heb wortels in mijn hand. Oh, dat vinden ze helemaal geweldig. Nou, we hebben in ieder geval een mooie boerderij en een hoop eten. Doe jij dat graan? Want je maakt daar toch brood mee, of niet, Roy? Ja. Ah! Weet je hoe dat moet? Godverdomme. Weet je hoe dat moet, Ro? Ja, ik weet hoe dat moet. Oh, ja, wil je dat leren? Ik weet even niet aan mijn hoofd hoe ik brood moet maken, namelijk. Oké, wacht even. Klinkt als een noob, maar ik weet echt, dat brood, dat snap ik niet. 3 wiet naast elkaar. Oké, oh! Is that the only thing? Ja. Oké, dan ga ik dat eens even proberen. Hé, hey Brian. Hallo. Alright. Wat ben je aan het rennen over de farm? Ja, ik ga kijken. Dat de diamond erin gooien. Of we iets bijzonders kunnen maken. Wacht even. Ik ga hier ook een lily plaatsen. Dan kunnen we over, Roy. Ik heb hier een lily geplaatst. Oh ja, doe dat. Tot dat. 2, 1. Ik heb een paar wiet. Moet ik. What the hell? Wow. Ja, ijs aan. Oh. De Twilight Portal is aan. Echt? Ja. Ja. Oh, vandaar die bliksem. Oh mijn god. Ja. Oh my god. Ik ga er niet in. Ik wens jullie succes. Ik ga daar niet in. Ik ga me. Ja, mogen we er naartoe? Mogen we er weer gaan bewaaien? Ja. 1, 2. Oh. Hop. Huh? Hij werkt niet. Oh, wacht. Oh. Nice. Potato, we hebben appelbrood. Roy, ik denk dat ik vandaag mijn huisje netjes ga inrichten. Oh mijn god. In mijn badpak. Ja, het is ochtend in de game, vind ik. Dus ik heb ook gelijk mijn bak ook aangetrokken. We moeten wel onthouden waar we terug moeten. Robby, ik ga dingetjes maken. Hè. Ik ga een... even kijken hoor. Okay. Een chestje maken. Zo. En even kijken. Hout. Hebben we nog... Robby, we moeten weer gaan hakken, denk ik. Echt weinig hout hebben we. Oh, we hebben echt te weinig hout. Ja, ik heb ook geen hout meer, dus nee. Ik heb ook geen torsjes meer. Oh, ik heb helemaal niks meer. Oh, tovenaar! Even kijken, ik pak hier al het eten wat we kunnen eten. Brood en sugar canes. Maar die kan je echt eten, hè? Heb je brood gemaakt? Nee, nog niet. Dat ga ik dadelijk doen. Ik heb heel veel wiet hier. Ik wil het wel goed doen. Moet je dat in de moeite Brian. Is? Ik ga proberen, wacht even. Dolf. Een doolhof? Dolf, ja. Oh, brood. Sorry, hoef je dat niet meer te bakken? Oh, hier. Nee. Dat is allemaal klaar al. Kom mee. Dat is al klaar. Oh ja, maar brood hoort toch in de oven ook? Nee. Is het niet zo onsmakelijk te eten, Roby? Wat? Ja, onsmakelijk te eten jij. Kijk die varken. Roby. Die varken. Kijk dan die hoofd. Oh. Zie je het? Ja, ik zie het. Dit wordt de etenskisten, Roby. Ja, dat is... Oh, hier dit? Zo, die kleine, ja. Daar komen alle etentjes in. Dus ik doe daarna eventjes de cooked potato. We hebben een kippie. En de worteltjes. De worteltjes we gaan hakken. Ja, ik denk dat we wel moeten hout gaan verzamelen voor de winter ook. Goed, ja. Spanner. Ja, zullen we dat doen?
Ja. Oké, dan zal ik een sign maken. Met, oh, kan ik ook niet maken. Heb jij nog een sign toevallig over? Ah, gaan we niet slaan. Oh. Ik pak die sign hier. Zo, en dan doe ik hier een sign. Eten. Eten. Zo. Dat is wel mooi. Dan heb ik even een chest gemaakt met eten. Er zitten ook een hoop items in, jongens. Raw beef, die kan ik even koken nog. En die eieren kan kapot slaan. Oh, dankjewel, Roy. Zo, die ga ik even koken. Hier zitten genoeg dingen nog in. Zo, raw beef zit in de oven. Even kijken, we hebben nog eitjes. Die ga ik even kapot slaan. Misschien dat er wel een kippetje uitkomt hier. Ja? Oh! Slaan, slaan. Nee! Jawel, jawel. Doen. Oh, eten. Winter. Nee, je krijgt er niks uit als hij nog klein is. Oh, hier is weer een spanner. Kipnugget. Ja. Spanner. Kipnugget. Oh, ben jij erg. Een kipnugget, wou ik. Ja, gemeen. Dat zijn de fitte biesters, dat, Roey. Kipnuggets. Ik heb kipnuggets. Nee, kipnuggets. Irma? Oh. Ja. Kom. Ik ben bang. Ach, muts. Oké, okay, zullen wij gaan hakken, Roey? Ik ga een beltje meenemen. Ah, spin. Ik heb ook aluminium oor. Ik denk dat je dat ook kan bakken, hoor. Dat je ook daar een item van kan maken. Ik ga het proberen. Ja, ja, dat bakt. Ja, Erik weet daar meeste van, want die heeft altijd die oors en dingen. Want ik heb die tin inknot en koppen inknot. Ik heb het gevoel kan dat proberen. Ik daar... Ja, goed proberen, maar we hebben geen hout. Dus kan je niks meer maken, hoor. Ja, je weet het niet. Ja, ik heb het al geprobeerd, dus... Ook met tin inknot? Volgens mij... Ik ben met marbles. Oh, ik heb gold en iron hierin. Ik pak gewoon even 3 iron. En dan ga ik wel even een pickaxe, een hakbel van maken. Maar ik heb geen hout waarschijnlijk. Oh jawel, nog net. Zo. Zo. En dan hier 1, 2 en dan 3. Hier zo. Zo, ik heb een iron axe. En jij, Roey? Ik niet, maar ik heb er 2 stone. 2 stone? Oké. Okay. Zo, ik heb die schapies. Oh. Ja, iemand had dat dichtgemaakt hier, Roey, maar dat is niet zo slim natuurlijk, want dan kunnen we... Ja, dat had ik gedaan. Oh, ja, okay. Weet ik niet. Ik dacht van, dan komen die mobs niet binnen. Moeten wij daar ook wel weer planten, anders wordt het zo kaal, denk ik. Sowieso mogen we echt niks bij die magische vallei weghalen, anders is het niet meer magisch. Die zit namelijk daarachter. Achter, zie je die berg, Roey, daarachter? Ja, dat oranje. Ja, maar je bent er nog niet geweest, hè, bij de magische Jawel. Vallei. Ben je al bij de magische vallei geweest? Ja. Je hebt het nog niet eens gezien. Dat kan toch niet? Je hebt het niet gezien. Jawel. Maar hoe ziet het eruit dan? Bomen. Nee. Het is oranje. Nee. Ja. Nee, je hebt het niet. Nee, ja. Jij was er niet bij. Nee, ik was er niet bij, maar ik ben er wel geweest. Nee, weet jij nog? Zullen we maar weer terug nee. gaan, Brian? Ja. Wie vertelt wie zit voor? We kunnen even in deze video gewoon even dat doen. Of niet? Nou, ik loop er gewoon even. Zullen we er naartoe streven? Zullen we er naartoe streven, ja? Erik, ga je mee? Waarheen? Naar de magische vallei. Oh, nou ik weet niet waar ik nu ben, want ik ben ook al ver weg. Oh, ben je aan het travelen? Ja. Ik heb allemaal marbles gevonden. Oké, okay, jij bent echt weer even, jij bent even onze voorraad aan kristallen aan het bijwerken, of niet? Weet je nog waar we vandaan kwamen? Ja. Ja, ik heb torches toch geplaatst. Nee, ja. Mensen, dat is leuk. Vinden. Vita ja, Disney Crew is Pas juist... Pas op, spin achter je. Vita Disney Crew is juist dat we samenwerken, want we hebben natuurlijk de farm en iedereen kan gewoon pakken wat hij wil van de worteltjes als hij nodig hebt. En nou ja, Erik heeft een beetje de taak op zich genomen, geloof ik, van de kristallen en de mijnen dingen. En van Irma weet ik het nog niet helemaal wat haar plannen zijn. In de... Wij zijn in de... Ja, in hebben de... ze gevonden. Bye. Oh, we zijn in de andere dimensie. En ja, leg eens uit. Wat is het? Daar wat is het? Ja, de Twilight Forest. En daar gaan we kijken of we daar ook dingen kunnen vinden. Ja, wat houdt dat in dan, die Twilight Forest? Waar kan je het vergelijken met een Nether? Of? Nee, het is echt een magisch schaduwbos waar alles donker is. En een beetje alsof je in een film zit, zeg maar. En dan ga je naar een enge andere wereld. Andere dimensie. Apart zeg. Wauw. En wat zie je ook allerlei beesten, geloof ik, hè? Verschillende beesten. En tovenaars en grote spinnen en wilde wolven. En hun? Nou, de Hydra hebben we nog niet gezien, maar we weten wel dat die bestaat. Een draakie. We hebben veel boeken gelezen toen we nog kleine draakje en kleine Bruintje waren. Oh. En toen waren allemaal legendes over de Hydra en die schijnt daar te wonen. Oké, okay. En Roby is ook ineens uit de game? Ja, ik kom weer terug. Ik hing vast alweer. Och, gaat lekker. Het gaat lekker. Ja, maar dat gebeurt me altijd.
Heb je een nieuwe computer en dan Ja, nee, dat computer maar liggen, Vita Beast. Oké, okay, ik heb nog geen problemen gelukkig gehad. Aan de server, ik weet niet wat. Ja, ik weet het ook niet. Ja, de anderen hebben ook wel problemen, heb ik het gevoel soms, hè, Erik? Mhm, soms wel, ja. Wel eens uit, Ja, dat klopt. Nou ja, in ieder geval, de server draait maar... wel... We hebben wel onze eigen leuke land en dat blijft gesaved, dus daar ben ik wel blij om. Nou, Roy, het gaat goed met de stacks. Ik denk dat ik nou bijna in de 3 stacks aan wood heb voor onze wintervoorraad. We hebben wel wat hout nodig. Als jij nou kijkt of er al wat dingen zijn gevallen, wat plantjes, dan kunnen we nieuwe dingen... Ja, die heb ik... Oh, dan kunnen we wat ben dingen... Ben ik nu aan het opgraven. Oh, super. Ja, ik ben achter elkaar aan het Ja, je hebt ook nog choppen. Wat hout laten liggen, zou ik maar zeggen. Oké. Okay. Oh, ik dacht dat ik alles al had opgepakt, joh. Oh, ik zie dat je terugplant, ja. Ja, want ja, dat is een beetje het nadeel. Je moet natuurlijk, als je iets sloopt, moet je het alweer terugplaatsen. Zodat we volgende keer weer wat hout hebben. En ja, zeg dat niet doet. Wat zegt u? Ja, je doet het zelf ook niet. Ja, nee, daar heb ik jou voor. Dan moet ik weer terug. Ja. Oké. Roy, zullen we kijken wat Erik aan het doen is? Want als Erik heel ver weg is, dan moeten we samen naar de varkens. Maar dan kunnen we samen, we moeten niet. Maar we kunnen naar die magische vallei. Maar dan ga ik wel eerst die boomstammetjes eventjes... eten. Ja? Wat is mijn eten? Wacht even, ik moet echt eten. Eten. Even kijken hoor. Ah. Ema, vertel me wat je ziet, want mensen weten niet wat er ongeveer mee afspeelt bij jullie. Nou, we zijn alweer terug. We gaan ons klaarmaken om op zoek te gaan naar de overnarij. In de magische vallei, of in de dingen? In de Twilight Forest. Dat is ook wel een magische vallei hoor, maar eigenlijk dan wel, ja. Ja. Zo, Roy, is dan de boom bij elkaar, joh? Heel dicht? Ja. Niet normaal, joh. Ja, ik sloop het gewoon. Zal ik gewoon doorgaan tot mijn pickaxe gewoon kapot is? Dan heb ik weer een lekkere... Alright. Hè, lekkere... mannending gedaan vandaag. Hè? Yes. Wacht hier, man. Hout hakken. Ja, mannen doen dat, Roy. Jij doet planten. Dat is vrouwenvingers. Groene vingers, hè? Nee, ja. Ik moet heel even... Pickaxe is bijna kapot. Maar Roy, als je het ziet, die vallei, dan ga je wel denken van, wauw, het ziet er echt fantastisch mooi uit. Gaat ze huilen? Roy, er ligt nog een boompie! Wat? Oh. Daar voor me! Laat me even... Pak op! Wacht even! Pak op! Daar verdwijnt het! Ach, die verdwijnen echt niet zo snel, hoor. Pak op! Ah, wait, ik zet de toortjes van neer. Ja. Oké, mijn axe is kapot, Roy. Dat betekent dat... Wacht. Wat? Achter je. Oh ja, maar ik zou stoppen. Want ik heb genoeg hout, denk ik. Of wil je het ook nog even doorgaan? Ga maar door. Ja. Dan zitten we heel de video te hakken. Ja, nou. Ja, nou. Stomme bomen. Hier liggen nog meer, hoor. Ik pak het wel op. Ja. Moet je niet zoveel hakken. Ja, hakken en zagen. Jij geeft me toch ook weer een nieuwe? Toe, boing, boing. Hakken en zagen. Ik denk dat Erik dat ook wel kent. Peppy en Kokkie. Peppy en Kokkie. Kijk, zelfs Irma kent het. Die kent gewoon de originele. Ik ken het ook nog. Ken je het ook nog, ja? Je komt natuurlijk ook uit 68, Roy. Kijk, heb je hier wat geplant nog? Brian. Oh, kijk, Roy, daar heb je ook al een rij geplant. Kan er daar nog eentje. Ja, dat klopt. Misschien iets dichter bij ons huis. Zullen we dat doen? Iets dichter bij ons huis. Wat? Dit noem ik pas magische vallei. Nee, dat kan niet. We hebben één vallei, dat is van de schaap. Vincent, je moet gewoon hier naartoe komen. Nee, dat kan niet. Eigenlijk wel knap, hè, dat de techniek al zo ver is dat we gewoon met elkaar kunnen praten in andere dimensies. Ja, dat... Ongelooflijk. Hier een beetje planten zo eromheen en... Want hier is het helemaal kaal, maar dat komt natuurlijk omdat we dit natuurlijk helemaal gekapt hebben voor ons prachtige huis hier, wat we over hebben genomen van villagers. Ik voel me nog steeds schuldig, hoor. Stiekem. Ja, ik weet niet hoe Erik erover denkt. Nee hoor. Nee, zeker. Zijn maar villagers. Nee, jongens, ja, precies. Ja, dat niet creatief genoeg. Jongens, ik heb 4 stacks aan hout gehakt. Nou, dat is zeker wel genoeg voor onze voorraad, toch? Voor nu. Ja, voor nu inderdaad. Ja, we hebben altijd wel hout nodig. Oh, gekleurd glas. Je hebt gekleurd glas. Deze boom moet je zien. Ja, ik zie het, maar... Zou er iets in zitten? Ja, een troll. Nou ja, dat heb ik toch weer. Kijk, ik heb toch wel aardig wat stacks nu aan hout. Ik gooi het in de houtstack. In de houten plank. In de houtzagerij. In de zaagsel. Je kan toch maar 1 knop, kan je toch al die stack doen? Hoor je dat ook? Ja, ik hoor dat ook. Wat? Het bevalt me niks. Oh, hoor je gek geluiden, joh? We klimmen in een boom omhoog en we horen een soort...
krekels zoomen. Ja? Is het s'avonds bij jullie? Ja, maar het is in de boom. Pas toen we de boom openmaakten. We gaan bovenin kijken. Oké, dat is vreemd. Ja, misschien zit daar wel kist of zo. Wat kan je met sugar canes? Kun je omtoveren in suiker en die heb je nodig als je papier maakt. Oh, dit is bevat me niks. Oké, nou dan heb ik suiker gemaakt. Zo. En waar kan je papier weer voor gebruiken dan? De boom gaat tot boven de wolken. Oh, ik had nog heel veel bloemetjes, hè? Hm? Ik had nog heel veel bloemetjes, had ik, hè? Had ik geplukt. Wauw, je moet dit eens zien. Ja, gekleurde bloemen. Ja, een keuken. Oh, was je weer weg, allemaal bos. Ja. Oh, mijn die kant op ligt de poort. Ik moet eten. Wacht, ik pak snel wat een stekje worteltjes, want anders moet ik gaan halen helemaal. Ik had geen worteltjes meer. Wat is het geluid toch vandaan? Ja, sorry, ik heb net gegeten, dus het kan niet aan mijn maag liggen. Zo. Zullen we maar weer naar beneden gaan? Volgens mij is hier niks. Zo. Jongens, ik heb weer gegeten. Het wordt weer nacht, joh. En die dieren worden al rustig. Volgens mij hebben jullie wat uitgespookt in die nieuwe dimensie. Helemaal niet. Nee? Irma, je moet even ervan afgaan. Dan val je wat sneller en dan gewoon weer terugvallen. Alright. Ik vind de dieren onrustig, Roby. Wat heb je gedaan? Welke dieren? Onze dieren. Ze zijn een beetje onrustig. Hoe komt dat? Oké, ik heb nog niks gemerkt, maar goed. Oké, nou dat merk je dan wel. Opgepast, ik vind ze een beetje onrustig. Ja, ik heb een waypoint gezet. Ik ook. Maar daar is nog zo'n grote boom. Oh, Ro, ik zie het al. Er is een zombie bij ons in het kamp. Bijna in de buurt. Oh, ja. Ik zie hem. Ja. En hij probeert nu naar me toe te komen en het lukt hem niet. Ik zie hem wel. Hij probeert naar me te springen, maar het lukt hem niet. Ik ben bosjes aan het plaatsen. Hier in het water springen, Irma. Dat kan ook. Zo, ik heb wat rode bosjes heb ik geplaatst, Ro. Oh, wauw, ik zie het, ja. Mooi hoor, leuk hè? Rooie bosjes. Heb jij fences nog, Roy? Oh, die dieren maken lawaai, joh. Oh. Ik heb nog fences, ja. Heel open vel. Kan je wat plaatsen, als je wil? Ja, wacht even. Ik heb toch een shoffel toevallig, een shoffeltje? Ja, hij is wel bijna kapot. Volgens mij is de Hydra hier geweest. Uh-oh. Anders moet ik even naar mijn huisje, dat ligt hier vlakbij hoor. Ik kan ook even naar mijn huisje lopen. Kan je staat niet zo huis? Of, Irma. Oh shit, er staat iets op. My life. Ik ga hem maar even. Even kijken hoor. Ik maak er een van steen, oké? Waar moet ik die hekjes neerzetten dan? Wat zeg je? Waar moet ik die hekjes neerzetten? Oh, wacht even, waar zijn ze dan? Wacht een moment. Oh, hier. Moment! Ik was even uit de game, wachten. Zo, 1, 2. Hier? Zo, ik maak er eentje van stone. En hoe gaat het met jou, Erik? Ja, goed, ik ben weer op de terugweg. Echt? En wat heb je nog dingen kunnen verzamelen? Ja, iets van... Wat zeg je? Het is nacht. Oh jee. Het is nacht. Ik heb marble. Oh, en wat kan je daarvan maken? Weet je dat toevallig? Geen idee. Dat ga ik dadelijk uitzoeken. Maar eerst even veilig naar huis. Ja, inderdaad. Want ik heb blaze power. Heb ik ook nu. Oké, klinkt wel goed allemaal. Als ik eerlijk ben. Ik heb nou een of ander. Wat is het? Ik vind onze dieren wel onrustig, Erik. Ik hoop dat je een middeltje hebt meegenomen. Oh shit. Ja, ik weet niet wat het is. Ze geven een teken misschien van de magische vallei. Uh-oh. Ja, dat kan, Roy. Dan moet je. Nee, we gaan er zo naartoe. Ja. Nou ja, we gaan er zo naartoe in de laatste aflevering dan. Ik geef het toe, deze aflevering komen we er nog niet aan toe. Maar in de laatste aflevering gaan we dat zeker doen, toch? Mm-hmm. Dat hoop ik. Durven jullie wel? Jawel. Ja, toch wel, ja? Sure. Oh! Een skeleton! Dood! Ja, hij is dood. Daarom waren ze zo onrustig. Nu weet ik het weer. Ze gaven me een soort van melding van er zit hier iets in de buurt wat gevaarlijk is. Wat dan geroes is. Zo, ik gebruik wat koppel. Doe ik de weg even wat verbreden, Roy. Achterlangs namelijk. Mm-hmm. Het ziet er wel mooier uit. Zo. Oh, ik heb het weer op elkaar geplaatst. Oh, stom. Ik hoop dat je verschil ziet, Erik, met wat we hebben gewoon bijgebouwd weer. Ik ben benieuwd, ja. Ik ben erg benieuwd. Want je hebt die schuur ook niet gezien dan. Oh, dat wordt echt... Ja... Ik ben benieuwd, ik ga het dadelijk zien.
Oké, hoe ver ben je van ons vandaan? Hoeveel kilometer? Jullie nog niet op de kaart staan namelijk. Oh, kun je nagaan? Zo, dan vinden we dit even met cobblestone, zo zie je het. Het ziet wel mooier uit. Blablabla. Oh, Roy, ja, die fence is misschien hier zo. Misschien wel leuk. Oh, daar zijn jullie. Net in je chest gestopt, zou maar zeggen. Oké, okay. Oh! Ah! Het is, hè? Kut, hè? Oh my god, er staan ineens een creeper voor me. Oh, je alles weer gesloopt hier. Oh, alles weer. Nee, echt jongen, dat was echt een hartaanval. Alles weer gesloopt. Oh jee, allemaal. Kijk, shit, ga weg, ga weg. Oh, hij stond echt ineens voor me. Ja, dat doen ze. Creepers zijn ook echt creepers, hè? Ze creepen je uit. Ze creepen. Familie van Erik was het. Hallo, wow, achter je. Oh, Roy, je hebt het helemaal afgesloten. Oké, okay, ja, kan. Nee. Of wel veilig met die fans. Hey! Hallo. Oh, wat hey. Liefje. Oh, dat is de marble. Of de marble. Dat is de marble. Marble. Moet je kijken. Ja. Yeah. Oh, mooi. Wat kan je daarmee dan? Geen idee. Marble, ik ga eens kijken. We gaan het even researchen. Oh, kijk uit voor. Oh! Kijk uit, wil ontsnappen. Wacht, ik lok hem. Hallo, kom maar hier. Ik heb een worteltje. Oh, hij houdt van je. Nee, kom maar hier. Kom. Ja, hier. We hebben toch nog genoeg varkens hoor. Probeer maar naar binnen te komen, Erik. Ja, inderdaad. Ga weg. Als je hebt nog een andere deur. Ik ga wel via de andere kant. Even kijken. Eten. Hier zit niks in, maar wat moest ik halen? Ook weer van dat rode bosjes. Dat hebben we niet meer. Had ik toen voor Irma gepikt. Kijk, hier moet glas in. Even kijken, wat hebben we nog meer? Want ik ga het meer op categorie zetten. Want hier is namelijk de cobblestone. En er staat stenende. Maar dat moet natuurlijk cobblestone worden. Dus ik ga dat een beetje mengen nog in deze video. Je hebt me toch science gegeven, Roy? Ja. Ik weet mijn god waar ze zijn. Vincent, ik, ook. Ja? Ik heb ook wat voor je. Hier zo, ook gevonden moment. Onderweg. Het gaat erop hoor, heel veel uit die kist. Moment. Oh, shit. Even allemaal in de kist proppen, jongens. Al die cobblestone. Hier, pak maar op. Zo. Hoppakee. Zo, dan is dat een beetje goed gerangschikt. Dit gaat kapot. Dit gaat kapot. En dan komt... Hier komt dan wat anders op. Heb je dat marble nog? Oh, dat is wat. Dan ga ik dat hier... Ik weet niet of dat er mooi uitziet. Als je dat hier plaatst. Nou, dat ziet er wel leuk uit. Ja? Ja, heb je er nog een stuk of vijf of zo, nou, als ik het snel tel? Een stuk of vijf. Zag je van een stack hier zo? Oh, dat is wel heel veel. Maar wel schön. Kijk hoor, even dit nog. Stuk. Nog twee stacks meegenomen. Oh, serieus? Ja. Kijk, ja, het is alleen voor dit stukje. En ik heb ook nog iets van Blaze Power gevonden. Dat groeide gewoon. Dat zegt me wel iets. Hier. Moment, ik ga ik even dit mooi maken hoor. Moment, wacht even. Oh, is goed. Kijk, zo. Het ziet er apart uit. Dat, ik weet niet of Roby daar mee eens is. Met die kleurtjes gecombineerd. Huh? Ja, ik heb daar marble neergezet. Vond het grappig. Oh, hè? Oké. En die steen over ga ik dan wat meer naar de zijkant schuiven. Dat we meer plek hebben. Kijk hoor. Even klei. Ik denk dat we nog een oventje erbij gaan nemen, Roby. Oké. Goed. Oh, hier aluminium heb ik nu. Oké, dat gooi ik wel hierin dan. Aluminium. Zoiets. Oh, Roby, je pakte volgens mij wat op. Omdat je net voorbij liep. Ja. Ik dacht van, ik doe het snel. Maar je liep net weer voorbij. Kool. Oh, kool, ja. Heel veel stil. Ja, ik dacht, dat is altijd zo rot. En dan probeer je wat te doen. Ja. En dan... Dan hoop je dat dan precies op dat moment komt er iemand langs. Dat zul je net zien. Ik heb het weer teruggegooid. Ja, dat is voor je in de dingen, hè. Dat houden we gewoon in de... Om te koken, hè, Roby. Om te koken. Ah, ja. Is Robin hier ook, toevallig? Wie? Robin, zou je meedoen met de video? Oh, nou, heeft hij niet gedaan, dus. Hij kon er niet opkomen. Nee? Nee. Oké. Okay. Ja, Belgisch netwerk, hè. Nou ja. Nou, en jij, nee, waar ben jij, Rika? Ik heb niks meer van je gehoord, joh. Rika, die is ook verdwenen. Oh, zo stiekem, wat ben jij aan het doen dan? Ik was aan het vissen, totdat mijn vader me iets vroeg.
Oké, okay, en die vroeg van wat ben je nou voor raar spel aan het doen? Ja, toch iets. Oh, echt? Oh, wauw. Oh, wow. Oh, hier zitten nog fences in, hè? En tin oars en sticks. Ja, die oh. heb ik erin gezet. En rubber. Nou, we moeten dit wel even gaan, helemaal mooi gaan in een kist gaan zetten ook. Dat, ik denk dat dat mooi is, als we het rangschikken. Kijk, je kan geen chest naast een chest zetten. Dat vind ik altijd zo jammer. Voor mij kan je niet hier... Nee, dan wordt die kan breder. Wel een chest op een chest zetten. Ja, maar dan moet je dingen toch verbreden? Dan moet je toch het verbreden allemaal, of niet? Ja. Kijk, want die gaat niet open nu. Nee, klopt. Dan moet je bovenste blokjes eraf halen. Want dan is waarschijnlijk... kan de kist niet open, zal ik maar zeggen. Ja, of je doet zeg maar... Ik weet al wat anders, moment. Let me do the job. Ja, ja. Kijk, gewoon we doen gewoon een paar chesten. Hier zit ook niet zoveel troep in. Oh, hier heeft zo'n laag dakje, joh. Sowieso ga ik dit groter maken, denk ik, hoor. Onze... Rob, even niet in de buurt komen hier, hoor. Want dan ga ik even dit hier fixen, anders pak je al de spullen op. Ja, ja. Kijk, hoor. Eten. Ik ga dit even mooi maken. Ik denk dat deze deur eruit gaat slopen. Want onze woonkamer mag best, dit mag best wel een grote opslagkamer worden, denk ik. Dat het mooier is. Zo. Huppakee, we slopen het allemaal. Dat bed kan blijven staan, denk ik wel. Kun je wat daarin zit? Dat is ook een chest, leeg. Huh? En dan gaan we eens even kijken hoe we dit gaan. En desnoods doen we het dak misschien wel wat groter. Maar ik wou er wat signs naast doen, dat we wat een mooi overzicht hebben. Zo. Oké, okay, even kijken hoe we dit gaan doen hoor. Roy, kan ik hier alvast slopen, denk je, een dak? Ja. Oh, dat is wel een opening. Zou je op het dak willen klimmen met wat hout? Wacht, heel even. Ik heb gemaakt? Heel ik wacht even wel even. Wachten. Even dan, even dan. Ja. Ik heb een heel kort lontje. Ik ga even je... maken. Ik hoop dat dat varken niet ontsnapt. Nee, dat... Nou ja. Nee, denk het niet. Oh, dit kan gewoon zo blijven. Dit, even kijken hoor, die kleur. Mm. Dus dan het hout kan er gewoon blijven als ik dan dit daar doe, zo. Kijk, dan maken we dit gewoon hoger. Ik maak zelf wel een beetje een dak, Roy. Oh, oké. Okay. Duurt een beetje lang. Kijk hoor, ga ik gewoon gelijk door. Je kan wel dit slopen? Hier. Oké. Okay. Oh, je hebt zelf een bel. Oh ja, hij is bijna op, dus... Oh, je hebt die zijkant al hoger gedaan, zie ik. Wat heb jij gedaan? Nee, niet die, niet die... Oh, dat is waarschijnlijk een ster. Oh. Ik even hout pakken. En waar zat dat hout? Ja, zo zie je me weer. Ik heb niet gesorteerd. Het is heel onduidelijk. Oh, Roy, ik dacht, dit houden we klein. Laag, dit. Wat? Niet? Oh, nee. Ja? Nee, jawel. Lijkt me wel mooi. Gewoon hetzelfde allemaal, toch? Nee, nee, als je gewoon deze gang, hou je gewoon één lengte, zo. Oh, zo. Zo? Ja, ja. Ik denk dat dat mooier is. En je slaapkamer? Ga maar door. Zolang het varkentje niet ontsnapt, is het allemaal goed. Vinden de kijkers ook. Oh, ik heb mijn access kapot. Ja, loop dan niet rondjes als ik er één wil geven aan je. Oh, sorry. Ja. Loopt die deur? Echt? Welke deur? Hier. Zo. En... Als het goed is, ja. Zo is hij leuk. Oké, okay, nou kunnen we meer een grotere opslag en ik vind dat het leuk die gang. Waar ligt je deur? Zo. Dan ga ik even dat bed kunnen misschien even ergens anders plaatsen. Oh, en die pak je die ook weer op. Fijn, fijn. Hier. Oh, ik kan hem niet eens oppakken. Ik heb namelijk veel te veel spullen. Ja, dan moet je ze in de kist doen. Oh, ik kan het ook niet droppen. Dat is ook een bug in de game. Fijn. Kijk, die overstaan hier nu. Dat, daar ga ik meer overtjes van maken, aangezien we hebben extra veel cobblestone. Zo, cobblestone. Oh, die zit daar al. Kijk maar, hup. Hup, 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 hup. 1, 2, 1. 2, 1. Waarom doe ik zo moeilijk? Ik weet niet.
alles vier, zo. Erik, je bent stil! Yo, ja, oh. Nee, ik ben bezig. We zitten weer zwaar gefocust in het spel. Je bent je natuurlijk voorbereiden op wat we gaan doen dadelijk. Oh. Ja, we gaan naar de vallei en dan moeten we ons voorbereiden. Dus ik ben alvast een beetje alles aan het rangschikken hier, dat we alles een beetje beter weten van de hoe en wat. Altijd Robby, handig. Ik ga het doen, ik ga die chesten hoger maken, lange chesten. Chesten en dan doe ik ze boven elkaar. Uh-huh. Als het goed is, moet dat dan zo? Hier gewoon? Ja. Oké. Ja, oké, maar je kan er geen meer boven zetten nu. Nee, maar dat hoeft er ook niet, Happy. Kijk nee, hoor. Nee, denk ik zeg het even. Ja, kan jij nog een paar chesten maken? Dan ga ik even een signs maken daarnaast. Mm. Maar daar hebben we geen plek meer voor een sign. Nee, oh ja. Ik dacht, je had hout nog. Hier, ik heb ook nog hout voor je. Ja, ik kan je denk, neem voor... Oh shit, ik kan het niet... Oh fuck, ik kon het niet droppen. Dan moet ik mijn Q doen. Moet ik het in mijn inventory zetten? En dan moet ik Q doen. Ik kan het niet... Ik moet alles Q doen. Echt vreselijk. Ja, echt vreselijk. Hier in het midden nog één? Ja, wacht even. Dat gaat helemaal niet. Even kijken, als je hierin doet. Wacht even, ik moet even netjes doen. Deze moet weg, deze kist. Maar er zitten spullen in. Met mijn pickaxe, dus die haal ik voor de zekerheid uit. Ik moet signs maken, dat je erboven kan zien wat er is. Heb je nog een... Nee, ik heb wel genoeg signs, ik heb er vier. Oh. Moet even weg daar? Oh. Even kijken hoor. Daarboven hoort cobblestone. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dat wordt... We doen het gewoon op deze manier en dan doen we daar dan hout. Ik denk dat dit wel leuk is zo. Wat is er, varken? Je hebt al genoeg eten gehad. Hier. Kijk hoor. Moet hier geen muur of zo? Ja, ik ga eens kijken, want misschien ga ik die chest dichterbij zetten. Ja, ja, hij houdt van me, ik weet het. Ga hem even daarheen, ja. We hebben kool nog, dat kan in de oventjes. Zo. Wat een gedoe, hè? Zo, gooi ik gewoon, ik verdeel het gewoon netjes, want we hebben namelijk echt heel veel ovens nu. Ik weet niet waarom, maar het ziet er wel leuk uit, zo'n ovenplekje. Vind je niet, zo'n ovenplekje? Uh-huh. Had je nog wat kool, Erik, gevonden? Geen kool meer, nee, oh, kool oh, was... Je hebt wel rupermijnen. Oh, ik dacht, je hebt wel... Alles kool. Gevonden, maar geen kool. Oh, apart, oké. Maakt niet uit. Heb je nog wat een gravel? Gravel, ja, nee, dat heb ik wel, maar wel weggegooid. Oké. Ja, omdat kijk, die meer de waardevolle spullen, anders zat heel mijn inventory alweer helemaal vol. Zes. Inderdaad, nee, dat is zo, ja. Oh. Ik denk dat we hier heel veel cobblestone in gaan doen, Roy. Cobblestone. Uh-huh. Gewoon chest hoor, denk ik. Denk je ook niet? Is dat makkelijk, denk je? Ja. En doen we die andere doen we dirt. Want ik heb ook best wel veel dirt. 1, 2, 3. Nog een paar stacks. Zo. Komt daar hout in? Ja, ik heb ook deuren nog zo. Heb plates nog. Ik pleur gewoon alles in wat ik heb van hout. Ik heb hier kool gevonden. Echt? Oh, sexy. Ja. En doen we hier gewoon wat dirt en doen we ook gravel erbij, weet je wel. En dan ga ik hier een nieuwe, ga ik van cobblestone, ga ik dan even dit pakken. Zou ik je nog wat chesten geven? Moment, ja doe maar, wacht even. Heb ik genoeg? Ja, kan. Toch maar een muur maken dan. Zou ik ze gewoon neerzetten? Nee, ik denk dat de muur wel heel erg niet netjes is. Ik denk ja, maar dat... anders kan ik die chesten, zou ik maar zeggen, niet neerzetten. Nee, geef ze maar naar mij, dan zet ik ze gewoon neer. Ja. Misschien makkelijker. Oké. En dan moet je even uit de weg gaan hier. Dan ga ik even die kist hier kapot maken. Er komen heel veel drops uit. Ja, wacht. Zo een paar dingetjes weg hier, alsjeblieft. Ja, ja, ja. Ja. Oké, weg. Ik zal even iets ophangen. Of zout. De was. De was duur maar een andere keer, ja. Nee. Oké, nou, dus het zijn allemaal bloemetjes, joh. Even kijken. Hoor. Ga nou weg, varkentje!
Kijk hoor. Nou jongens, ik ga eventjes verder met dit mooi maken. En zodra... Jongens, ik had er net een torch opgepakt. Waarom zie ik die torch nou niet in mijn inventory? Oh jee, ik heb een 16. Ik dacht al. Huh? Raar. Ik dacht al, huh? Waarom zag ik niet jullie allemaal van... Daar zit die Vince! Nou oké, we gaan even dit mooi maken. En voor je leuke video, vergeet ook niet te kijken naar de eindvideo, de final. Waar we met iedereen van de crew hopelijk naar de magische vallei gaan. En ons voorbereiden wat we daar precies gaan uitzoeken. Want ik weet niet, voordat we daar gaan wonen moeten we het eerst een beetje gaan uitzoeken. Want ik heb het gevoel dat daar iets heel bijzonders aan de hand is. Dus bedankt voor het meespelen iedereen. En tot de volgende video. Doei doei! Doei! Yeah. Doei. Yeah.